Ja, kijk eens, welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2017. Vandaag gaan we weer een nieuwe aflevering maken en voornamelijk waarschijnlijk opdrachten doen voor andere boeren, want ik heb dringend kut geld nodig en waarom gaat dit zo hard opeens? Maar wat ik zeg, we gaan vooral opdrachten doen voor andere boeren, want ik heb dringend geld nodig. Want ik wil een nieuwe apparatuur kopen. Dus het wordt voornamelijk veel dingen oogsten en dat soort dingen. Wacht, dus ik heb wel niet meer te veel zetten. Maar ja, vooral veel velden. Ik probeer ze wel kleine velden te doen, zodat het niet een beetje saai wordt. Misschien kunnen we nog wat velden sproeien en zo, maar ik heb er echt geld nodig voor. Ik heb twee velden gekocht vorige aflevering of met de stream. En die zitten vol met aardappelen en daar moet ik machines voor hebben om te kunnen oogsten. Ja, en dat kost geld natuurlijk. Dus ja, dan als ik nog geld kan incasseren, dat zal vandaag veel opdrachtdag worden. Oh, ik zie de groene lijn niet meer. Oh, ik zat te ver naast. Zoals nou zijn we bezig met sojabeans aan het oogsten. Sojabeans. Ik weet niet wat het in Nederland is. Eigenlijk. Geen idee. Ook sojabeans? Geen idee eigenlijk. Maar ja, wat zijn we nou aan het oosten? Helaas wordt dit niet van ons, want anders hadden we dit ook kunnen verkopen. Maar nee, dit is voor de handelsboer. Ik hoop dat jullie de video's ook een beetje leuk vinden eigenlijk. Het moet nog wel een beetje ontdekt worden, maar... Het is ze worden steeds meer bekeken en ik vind dat leuk, dus dan blijf ik nieuwe video's maken. En als u nog tips en tricks hebben, laat me weten. Wat beter ken, muziekgeluid, uw webcam beter, weet ik wat. Mijn speelstijl, of interessante dingen wat ik moet gaan doen. Dat is ook belangrijk. Volgende rijtje weer. Ik ga even de nummer zo meteen even doorzetten. Dat is wat weer niet GPS. Ja, daar gaan we meteen scheef. Is toch nog iemand anders. Kijk, de sojabeans vullen gewoon. Dat is mooi. Oh, we hebben nog 9 minuten voor deze missie. Dat is nog zat. Dat gaan we nog wel redden. Ik heb ook zoals je ziet bij mijn voertuig mijn kilometer, zeg maar, kilometermeter, snelheidsmeter, dat zo noemen. Dan heb ik bij de brandstof heb ik nou op liters per uur verbruik. Dat is ook een leuke mod. Kun je zien hoeveel je gebruikt, dus lachen.
je heel veel bereikt, dan moet je misschien een grotere strekker ervoor zetten. Dan heb je meer, dus bewaar je meer. Of het minder te werken daarvoor. Zoals nou, gebruiken 60 liter in de uur bijna. Zoals een uur om te hoog te zijn, dan 60 liter gebruikt. Ik vond het wel grappig, maar omdat... Ja, ze blijven steeds met nieuwe dingen komen. Buiten een shotje. Oh, een screenshotje. Ik vind het altijd leuk om foto's te maken. Nou, we gaan met de laatste strook beginnen. Eén de laatste strook, denk ik. Die weet ik misschien wel. Ik denk dat het laatste strookje niet nodig is, denk ik. Ik denk dat ik hier het cirkeltje maar vol krijg. Ja, bijna klaar. Gaan we eens kijken hoe we verdiend hebben. Ik toch bijna 8.500. Dat is niet verkeerd. Kunnen we meteen nog een missie doen? Ja, maar niet met die trekker. Sint Vario. Die gaan we nemen. Dan moeten we even naar buiten kijken. Even kijken hoe ver we sproeien. Dit kan nog wel zonder GPS. Komt niet zo correct dit. Kan niet echt rechter uitzetten voordat de straat om de barren. Nou,
de auto aan het aanrijden. Het moeit een bergje op. Slingeren. Ik heb maar geen stroomspuiten. Ik heb toch te veel overgeslagen. Kunnen we nou nog ploegen? Met dit hond hier. Ik vind het niet. Nee, dan kan ik wel voor andere veld. Daar heb ik niet zoveel zin in. Wat is een klein veld? Oep. 17 is dat. Zonnebloemen, ja, die kan ook wel even oogsten. Dit is ook niet zo heel groot. Oh, we gaan tegen de verkeer in. Oh, een beetje spookrijden. Kan ik wat. Niet bij het ding parkeren. Piep! We hebben geen grote. Oh, deze was gebruiken. Nog nooit gebruikt met deze. De Mastiff Ferguson. Nou, kunnen we wel een bandje zien. Hoe al veel. In cap. Het gaat wel vrij rap, moet ik zeggen. Maar heel veel zeker of zo. Lekker zonnebloemen oesten. We hebben nou tegen onze pick-up aan volgens mij. Nou, laat ik hem daar ook maar niet in zetten.
een beetje slingeren. Het leek zo klein wild, maar voor mij is het wel aardig groot. Moet ik ook eerlijk zeggen. Oh, ook weer klaar. Ook weer 5.500. Net op 131.000. Wat kunnen we nog meer doen? Ja, groei met een John Deere. Lekker bemest, hè. Voor de John Deere liefhebbers. Maar zijn die nog wel heel. Dit keer gaan we wel op GPS. Een shotje. Ik zet toch even de GPS aan. Ik vind het toch wel veel makkelijker rijden. Dit is de eerste John Deere mod. De eerste goede volgens mij. Dat ziet er ook wel netjes uit. Ik weet niet van wie die is, maar hij staat op modhub. Voor degene die geïnteresseerd zijn. Daar kan mods vandaan.
is makkelijk downloaden, niet van die advertentiezooi en dat soort geen. Een website door wil downloaden en je weet dat het goede mods zijn. De meeste dan. Kijk, mooi displaytje. Streepjes op het stoel. Radiootje, kacheltje. Ik vind hem wel netjes uitgewerkt. Klein stukje nog. En we zijn wel weer klaar. Boom. Een flinke tijdbonus. Ploegen, nee, daar heb ik geen zin in. Nou, we hebben wat geld verdiend, maar niet zo heel veel. Even kijken waar ik hier veel geld mee afvroeg te filmen. Maar dat kost weer tijd. Nou, even kijken hoeveel lang we over dat veld doen. Ik moet even een flinke, oh dat is ook nog. Oh, over toepie. Ja, maar dan. Ik lig nog een boom. Ik moet ook nog een keer opruimen. 80 minuten. Dat is 3 hectare. Jezus. Nou, nu gaan we niet deze video aflevering doen. Dat is een beetje gekke werk. Hoeveel hebben we nodig voor dat was voor 9 en 121. Dus we kunnen het kopen. Deze even terugbrengen. Nou, een stoep. Geen mensen aanrijden. Ik deed dat net al. En deze heb ik gekocht. Een diesel trailer. In dezelfde kleur als de pick-up natuurlijk. Die gaan we meteen bevullen. Dan heb je een lege diesel trailer, dat is ook niet handig. Waar zit het tankstation? Dat weet ik niet eens. Daar zo. En daar bovenin. Maar wij gaan wel naar deze. Daar is het tankstation. Gaan we eens kijken hoe duur de diesel is. Oeh, dat gaat kosten. Tank ook meteen vol. Nou, dan hebben we hier voorlopig genoeg diesel. Dan zetten we deze gewoon een boerderij neer. Dan kunnen we bijtanken wanneer we willen. Dunnequeek.com. Nou, dat duurt te lang. Jezus Christus. We zijn er bijna. Hoeveel heeft dat ons gekost? Ik moet wel eens zeggen. Gaat dit op eens rekenen? 6000 voor bijna 4000 liter. Dat is dus, wat zijn 1,20 de liter? Zoiets. Dat valt nog wel mee op zich. Nou, daarover hebben we dus al die missies gedaan voor diesel.
Nou, we komen langs de veld die we gekocht hebben, dit veld. Nummer 23. Wat was die 1,8 hectare voor mij? En dan hebben we dit veld gekocht. Dus dat is net geen, of net 1 hectare. En er staan ook aardappelen op. Die moeten alleen nog even een beetje groeien. Maar daarvoor wil ik dus die machines kopen om aardappelen te rooien. Maar dat komt de volgende aflevering wel. Naast het huis, lekker veilig. Hobbel de bobbel. Ja, maar ik pak even het sport. Deze trut is een beetje vervelend met achteruit rijden. Iemand is het. Het garage, ik of zit een klein stukje en een ziet twee man. Oh, diesel naast ons huis staan. Die er mooi naast. Roep. Zo. Nou, dat was weer een aflevering. Aflevering 5 denk ik alweer. Dat gaat alweer snel, joh. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was ja, een beetje saai met al de opdracht te doen, maar het moet ook gebeuren. Dus als jullie het leuk vinden, vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zien we bij de volgende aflevering. De groeten!